Ja, voorzitter. Ik zal de motie toelichten, mede namens PvdA, D66 en de fractie van de BAM. Herdenken wij dit jaar 75 jaar leven in vrijheid. Een mooie aanleiding, dachten wij, om mensen die zich destijds hebben ingezet voor onze vrijheid te gedenken in de vorm van een straatnaam, een plein of een plantsoen. En er zijn natuurlijk al heel veel voorbeelden van, en lokaal, in de dorpen en ook in Medemblik zelf. Zo ben ik zelf geboren en getogen in de Simon Koopmanstraat. Een verzetstrijder die op 3 februari 1945 doodgeschoten is voor het ouderlijk huis van mijn vader. En ja, dat heette toen de Lage Dijk, maar nu heet het de Simon Koopmanstraat. En dat heeft hij toch maar mooi bewerkstelligd. Niet doordat hij daar doodgeschoten is, maar wel door alles wat hij gedaan heeft. En dat vind ik mooi. En dat is natuurlijk ook een lokaal tintje dat in Wervershoofd aan de orde geweest is. Maar zo kennen we in Zwaagdijk bijvoorbeeld de Oliverstraat. Die boerderij, ik weet niet of het bordje Oliver Parachutes er nog op hangt aan die boerderij. Maar dat is nabij het droppingsveld Oliver. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen. Maar 75 jaar leven in vrijheid is wat ons betreft een mooie aanleiding om daar nog eens naar te kijken en om daar nog eens wat mee te doen in dit verband. En wij verzoeken het college dan ook de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe wijk, een nieuw te bouwen wijken die daarvoor in aanmerking komen, om dat eens te onderzoeken of dat nog mogelijk is. En ons te zijner tijd daarover te informeren. Tot zover. Fijn, dank u wel. Open ik de eerste termijn over deze motie. Meneer Raad. Meneer Paalberg, mevrouw Manshanden, mevrouw Visser, meneer Meester, meneer Neefjes, de Jong, Koning. En we sluiten af met u, meneer Meester, als u iedereen aangehoord heeft, ja? Meneer Raad, wilt u zo vriendelijk zijn? Ja, dank u wel, voorzitter. De motie van het CDA en co-ondertekenaars. Wij hebben als VVD geen enkele twijfel bij de goede intentie die de indieners hebben. Ik denk dat het thema 75 jaar vrijheid, dat er ook een heel belangrijk en waardevol thema is wat goed op netvlies moet staan en ook zal blijven staan. Wel hebben wij een kanttekening bij deze motie. En dat is meer in algemene zin over het fenomeen straatnaamgeving. Wij denken dat deze motie, maar ook een andere motie over welk ander onderwerp dan ook, historisch gezien, leidt tot een soort van willekeur bij het geven van straatnamen. Momenteel is er namelijk geen straatnaamcommissie. Voor zover bekend is er ook niet een officieel beleid voor of een soort richtlijn. En is het eigenlijk dus louter formeel aan het college van BMW om namen te geven aan straten, of te veranderen of aan nieuwe straten te geven. Dus wij vragen ons dan af, wat gebeurt er met zo'n motie? Als zo'n motie wordt aangenomen, zou dat er dus ook toe kunnen leiden dat de verantwoordelijk ambtenaar zou denken van, hey, het is de bedoeling dat we direct aan een eerste de beste straat die vrijkomt de naam van een verzetstrijder of een geallieerde of noem maar op moeten geven. En dat is op zich helemaal niet, nogmaals, met een verkeerde intentie, maar ik zou dat heel erg jammer vinden, want het is een beetje ahistorisch en het heeft ook geen enkele link met de geografie. Als je een bepaalde straat hebt waar bijvoorbeeld in de buurt daarvan een vliegtuig, een geallieerd vliegtuig is neergestort, en je zou zeggen, nou, we gaan die straat vernoemen naar de piloot of naar de naam van het vliegtuig, ik noem maar wat, dan heb je denk ik een goede link met de historie. Maar als je bij willekeur alleen maar verzetstrijders gaat noemen die misschien geen enkele link hebben met die plek of met die kern, dan zou ik dat heel erg jammer vinden. En om een voorbeeld te geven, binnenkort komen de weeshuisgronden in Medemblik vrij. Dan zullen er ook namen voor straten moeten gaan komen. Ik zou het wel een goed idee vinden om die straten te gaan vernoemen naar de voormalige veldnamen van die landjes die daar zijn geweest. Als je bijvoorbeeld in de oude verbondingsregisters van de 17e eeuw gaat kijken, dan kom je hele mooie veldnamen tegen.
geschaard onder het bezit bijvoorbeeld van het weeshuis in Medemblik. Namen als de Does of de Westeg of de Bukswijd. Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden. Ik heb er nogal een stuk of 20. Het zou ook mooi zijn als je zo'n naam zou gebruiken voor zo'n nieuwe straat. Omdat het een link heeft met dat gebied en met die omgeving en met de historie van die specifieke plek. En daar zit dus een gedachte achter, een bepaald idee en een overweging. En eigenlijk zouden wij voorstellen om eens een keer in een breder verband naar het fenomeen straatnaamgeving te kijken. En niet zomaar te zeggen van, nou ja, we doen iets met 75 jaar vrijheid. Want ja, ik ken ook nog wel een paar thema's bedenken die ook heel erg belangrijk zijn. Dus nou ja, dat is even een overweging die wij hier in de eerste termijn willen neerleggen. Dank u wel, meneer Paalberg. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Raad. Want het betoog is ongeveer bijna hetzelfde. Ook hebben we elkaar niet gesproken. Maar ik ga het toch voordragen. En er zit ook weer een stukje historie. Goed, voor gemeentebelangen valt deze motie in de al vaker genoemde sympathieke klasse. Impliciet verwijst de motie, en ook al de heer Raad zegt, naar het gebruik en de keuze van namen voor straat of van wijk of van buurten. En we komen zo meteen met een verzoek aan tekstaanvulling. En ik wil deze tekstaanvulling zo meteen geven, maar eerst een verduidelijking en toelichting erop. Welke naam geef je eigenlijk aan een wijk en wat is het doel van de straatnaam? Dat weten we eigenlijk allemaal, want zonder straatnaam komen we eigenlijk niet zo ver tegenwoordig. En dat is al sinds 1851 is dat al vastgelegd dat de straatnamen er moesten zijn. Elk huis moest een naam en een nummer hebben. Want het was makkelijk inderdaad voor de post, de brandweer en de politie. En natuurlijk om de mensen zelf te vinden. En zijn er dan regels aan straatnamen verbonden? Nou, die zijn er eigenlijk niet zo ver kan nagaan. Er zijn alleen maar richtlijnen. Richtlijnen in de zin van bekendheid en duidelijkheid. Over het algemeen zeg ik ook, en meneer Raad zei het net ook al, gebeurt dat door straatnaamcommissies. En de straatcommissies worden over het algemeen gevuld door ambtelijk apparaat. Aangevuld met mensen die daar iets meer verstand van hebben, zoals historici, taalkundigen of burgers, of dorpsraden, als dat ook gevraagd wordt. Eigenlijk wil een gemeente een straatnaam een bepaalde sfeer geven. Je kunt je voorstellen dat een villawijk heeft over het algemeen een andere toonnaam, zo wordt het dan genoemd, als een doorsneewijk, hoe vervelend ook genoemd. Bijvoorbeeld een laan is, denk je aan een bomenrij, hè? Een brede straat of brede weg met de bomen. Een singel, denk je meteen aan water, hè? Dus dat heeft een bepaalde affiniteit met elkaar. Tot zover de beschouwing, hè? Dus er zit een hele historie achter het geven van straatnamen en de historie erbij. En dat is natuurlijk ook van toepassing op deze motie. Want mocht de gemeenteraad besluiten een nieuw woonwijk te vereren met straatnamen die enige affiniteit hebben met de oorlog en bevrijding, wat ik natuurlijk goed vind, dan vindt gemeentebelangen wel dat deze namen historische bonden moeten zijn aan deze gebeurtenis op die plaats. Hè, wat u eigenlijk misschien net ook al zei. Bijvoorbeeld de straten moeten de namen krijgen van lokale bekende personen die in het verzet gezeten hebben, of misschien wel gebeurtenissen die op dat moment daar plaats hebben gevonden. Zo moet het in onze beleving zijn met een straatnaam, een bevrijdingsnaam. Het gevaar van deze motie is eigenlijk ook dat het geen vrijbrief moet zijn van allerlei andere bijzondere gebeurtenissen, bijzonder tussen aanhalingstekens, om dan aan te grijpen voor het creëren van de straatnaam. Bedenk bijvoorbeeld aan de komst van de VNG-congres komend jaar of dit jaar, waarbij als er een nieuwe wijk genoemd wordt, de straatnamen vernoemd worden naar de sprekers op het evenement. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Kortom, de motie is sympathiek, uitvoerbaar, maar met de voorwaarde dat de namen een waarde, een lokale historische betekenis moeten hebben. Vandaar dat ik kom tot de aanvulling op de motie. En dat is na de indieners van de motie. De eerste zin blijft staan naar verzoek het college en dan komt er een tweede zin. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de relatie tussen de lokale historische achtergrond van de wijk en de te gebruiken naam of namen. Tot zover. Dank u wel. Wie is de volgende? Ja, mevrouw Manson. Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi initiatief. En we willen dit ook zeker steunen. Maar toch hebben we wel een aanvulling. Vlak voor 2020 hebben we te Wognum een bijeenkomst gehad van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Met onder andere een lezing van een jonge vrouw.
De vertegenwoordiging van vrouwen op belangrijke posities is nog steeds onevenwichtig en ver onder de maat. Niet alleen in belangrijke posities in de politiek, maar op allerlei terreinen. Onderwijs, bedrijfsleven, de zorg, noem maar op. Niet voor niets is op landelijk niveau een verplicht vrouwenquotum vastgesteld. Beeldvorming en gewoontegedrag spelen daarbij een belangrijke rol. Je hoeft maar naar Polder het Grootslag te kijken. Het zijn alleen maar namen van mannen daar. We vinden het daarom belangrijk in deze motie te benoemen dat we niet alleen aan mannelijke helden en verzetstrijders enzovoort denken, maar ook aan vrouwelijke helden als het om straatnaamgeving gaat. Meisjes en jonge vrouwen hebben identificatie nodig. Hebben identificatiefiguren nodig. Helden waar ze moed uit kunnen putten. En vandaar, net als gemeentebelangen, hebben wij een aanvullend tekstvoorstel. En dat zal dan, als alles aangenomen wordt, een derde punt worden. Waarbij bij de zoektocht naar namen ook naar vrouwelijke helden en verzetstrijders gezocht gaat worden. Dus deze aanvulling zouden wij heel graag opgenomen willen hebben. Voorzitter, dat is het. Dank u wel, mevrouw Visser. Ja, dan zal mevrouw Manshanden heel blij zijn met alle vrouwelijke namen op de stormen en de orkanen. Want het is over het algemeen vrouwelijk en niet mannelijk. Alleen die waaien over en die blijven niet hangen. Maar die komen wel in het register. Ik had even een kleine vraag aan de heer Meester. Want het is leuk en ik hoor heel veel bezwaar of althans ideeën erbij. Wat ik niet uit de motie kon lezen, bedoelt u nou gewoon in het algemeen alle verzetstrijders? Dus dat kunnen alle buitenpoorters ook zijn, zoals we dat hier noemen. Of is het allemaal lokaal? Dat kan ik niet helemaal uit de motie halen. En ik heb de heer Raad gehoord en ik heb de Gink, sorry. Ik heb de... meneer Paalbergen gehoord. En je kunt, als je een nieuwe wijk doet, heb je niet altijd historisch. Ja, je kunt wel misschien naar het oude land kijken of wat dan ook. Wat ik leuk vind van uw motie, is dat u zegt, laten we nou een wijk, dat klinkt een beetje gek, maar het verzetswijk noemen. En laat nou die verzetswijk zonder allerlei historische achtergronden, maar als je dat goed opbouwt in een wijk, dan heb je met elkaar vrouwelijke en mannelijke namen. Dus daarom vond ik het zo belangrijk of u alleen lokaal doet, want dan hebben we al heel veel plekken. Maar dan kun je ook breder kijken, want er zitten ook heel veel verzetstrijders die best wel een grote Nederlandse naam hebben. En dat kan ook een eer zijn om die 75 jaar op die manier een karakter te geven. Maar dan moet uw motie, zoals die er ook staat, in een nieuwe wijk, met de nieuwe mogelijkheden, en dan is dat een thema wijk, want dat vind ik wel erg leuk om er ook zo zonder cultuurhistorische achtergrond naar te kijken. En wat dat betreft krijgt u dan mijn steun. Meneer Meester. Ja, meneer de voorzitter. De generatie mensen die daadwerkelijk de oorlog hebben meegemaakt, die sterft langzaam uit. En met een jaar of 10, dan ben we denk ik wel zover. En om toch de herinnering aan de oorlog levendig te houden, dat die vreselijke oorlog, en dat we al 75 jaar in vrijheid leven, ja, ik vind het een goed initiatief om een nieuwe wijk te benoemen met allemaal verzetstrijders en strijdsters die uit het hele land hun verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vrijheid. En dus ja, daarom vind ik het heel belangrijk en daarom steunen wij deze ook. Dank u wel. Meneer Neefjes. Ja, dank u voorzitter. Een sympathieke motie, alhoewel ik de VVD en gemeentebelang ook heel goed kan volgen in hun argumenten. Vrijheid en vrede, dat is toch iets universeels. En hoeft, kijk, ik kan heel blij zijn dat we al 75 jaar vrijheid en vrede hier hebben. Wat dat betreft hoeven er ook niet juist SEC alleen maar namen van verzetsstrijders aangelinkt te worden. Maar een vredesplantsoen of een vrijheidslaan, dat is universeel en dat kan ook erg tot de verbeelding spelen. Dank u wel, meneer de Jong. Ja, dank u wel, voorzitter. Het historisch perspectief is al door de heer Raad en de heer Parelberg hier verteld, dus daar ga ik me niet mee vermoeien. Ik denk wel dat we, in ieder geval dan denk ik even als mede in ondertekenaar van deze motie, dat we wel even met de opmerkingen van gemeentebelang en VVD misschien straks moeten schorsen. Maar dat is even een vraag straks aan de heer Meester of hij dat ook vindt.
En ik ben ook eigenlijk benieuwd wat het college van deze motie vindt. Dat is nog niet genoemd door andere fracties, maar ik ben toch benieuwd naar de uitvoerbaarheid van deze motie. Dus ik zou graag straks het antwoord, de reactie van de wethouder willen horen. Dus zover, voorzitter. Dank u wel. De Koning. Ja, dank u, voorzitter. Ja, wij staan positief tegenover dit voorstel. Waarom staan we dan toch niet genoemd bovenaan de motie? En dat komt eigenlijk omdat we in het verleden hebben wij geprobeerd om de zwemleraar van de Heide in Medemblik een eigen straat te geven. En toen kregen we van de gemeente te horen dat dat niet kon, omdat ze geen personen naar straten willen vernoemen meer. Dus vandaar dat we even eigenlijk onze vraag hebben van, is dat zo? Is dat niet zo, dan gaan we graag mee. Waarbij we ook wel de kanttekening willen geven dat we niet een zoveelste plein 4045 willen of een Churchilllaan, want er zijn er al zoveel van. Dus of lokale mensen, dus met lokale verzetstrijders of de bemanningsleden van de neergestorte vliegtuigen, of een hele andere route. En dat is de niet genoemde verzetshelden. Dat zijn de mensen die eigenlijk gevochten hebben in Nederland, maar nooit ergens genoemd worden. Je hebt bijvoorbeeld de generaal Sosabowski. Dat was de generaal van de parachutistenbrigade die Market Garden heeft gevochten. En iedereen wordt daar genoemd, behalve hij. Dus, en dat zou ook nog een mogelijkheid zijn om die te noemen. Goed. Meneer Meester, alles aangehoord hebbende. Ja, koffie graag. Ja, voorzitter. Dank aan de collega's voor de soms uitgebreide reflectie. En ook soms een hele mooie reflectie, want dat is heel waardevol, vind ik. Van iedereen eigenlijk. En daar ben ik heel blij mee. En eigenlijk kan ik me in alle... Er ligt ook nog een vraag en daar wil ik graag mee beginnen. Maar ik kan me eigenlijk overal wel in vinden. Mevrouw Visser vraagt, van, ja, is het nou lokaal of algemeen? Ja, ik heb net even heel snel gekeken, want ik wist het zelf ook niet. Maar het brult van de Hannie Schaftlanen en straten en plantsoenen in Nederland. Terwijl zij toch in Zandvoort heel lokaal was. En zo zijn er natuurlijk nog wel meer. Hè? En als het om vrouwen gaat, mevrouw Manzander, ja, misschien is er ook nog wel wat naar Mata Hari vernoemd. Ik weet het niet. Hè? Getruida Zelle heette ze toch in het echt. Maar... Ja, wat meneer Parelberg zegt, ja, dat lokale tintje eraan geven, daar kan ik me heel goed in vinden. Hè. Dat hoort er ook een beetje bij. Aan de andere kant, wat er ook gesteld wordt, een themawijk, een vrijheidswijk, ja, dan laat je dat lokale weer los. Vind ik ook goed. Dus wat dat betreft, ja, is het moeilijk keuzes maken als dat gevraagd wordt. Universeelheid, wat meneer Neefjes aanhaalt, vind ik ook weer mooi. Vredesplein, Vrijheidslaan, dat is ook helemaal niet gek. Hoewel je dat niet echt linkt aan 75 jaar vrijheid. Maar goed, hè, het is wel een hele mooie suggestie. Zo ook van meneer Koning. Ja, je zou bijna zeggen, wat moet je ermee? Ik heb wel begrepen dat de weeshuisgronden nu afvallen. Want daar heeft meneer Raad al wat voor verzonnen. En dat is natuurlijk ook een hele goede suggestie om daar eens goed naar te kijken. En wellicht kan de wethouder daar uitsluitsel over geven. In de zin, is er een straatnamencommissie? Hoe gaan we daarmee om? En ook, worden er nog wel straten naar personen vernoemd? Hè? Want je zou je ook kunnen voorstellen dat als... Ik noem maar wat, ons jongste raadslid. Wie is dat eigenlijk? Meneer Berlijn, denk ik. Als die straks gaat wonen aan de Spitfire nummer 5. Nou, is toch helemaal niet verkeerd? Hè? Ik noem maar wat. Of aan de generaal Sosabowski straat nummer 22. Ja. Hij komt wel uit de militaire. Ik denk dat het goed is om... Om straks eventjes na de reflectie van de wethouder eventjes kort te gaan schorsen, want we moeten toch wel wat met de aanvullingen. Ja, ik kan me daarin vinden en wellicht moeten we daar een kleine consensus over vinden. Dus tot zover, voorzitter. Ja, dank u wel. Nou, het college staat positief tegenover deze motie. Het raakt al onze portefeuilles, voor alle duidelijkheid. Ik ben als burgemeester natuurlijk ongelooflijk blij met het thema wat gekozen is. Maar als het gaat om cultuur, RO, straatnaamgeving, sociale kant, welzijn, zijn natuurlijk heel veel raakvlakken te bedenken.
Wij denken dat het goed is om te beginnen met een wijk. Om maar eens te beginnen. En voor het overige denk ik dat het aan de initiatiefnemer is om een weging te maken. Welke punten hij van zijn collega raadsleden in de motie wil opnemen. Voor zover het college vanmiddag nog bekend, is er een overleg over straatnaamgeving. Dus of je dat commissie moet noemen, weet ik niet. Maar er is overleg over en dat wordt bijvoorbeeld voor de weeshuisgronden nadrukkelijk gedaan. Dus in die zin vindt er overleg over plaats om daar goede keuzes in te maken. Meneer Mos? U zegt daar vindt overleg over plaats, maar tussen wie en wie? Wie zijn daarbij betrokken? Mevrouw Verlangen, kunt u daar iets over zeggen? Vindt vaak overleg plaats met dorpsraden en historische verenigingen. Wat u wel in ogenschouw moet nemen is dat als het om namen van personen gaat, dat we dan ook altijd over de achtergrond van die personen naspeuring moeten doen in archieven. Zodat we ook zeker weten dat ze van onbesproken gedrag zijn. Dus dat betekent wel dat als er straten naar personen genoemd worden, dat het ook kosten met zich meebrengt. Maar goed, voor zo'n mooi initiatief moet het natuurlijk kunnen. Maar dat wilde ik nog wel even opnoemen. Ik heb het woord commissie niet gehoord, maar er vindt overleg over plaats, ook in de historische context. Meneer Meester, het college staat positief tegenover. Kom misschien nog wel met een voorstel over hoe we het dan willen gaan doen. Maar dat onderzoek rechtvaardigt dat om dat uit te zoeken. Dus hoe lang denkt u nodig te hebben? Nou ja, ik denk eventjes met de indieners en wie erbij wil zijn en nuttige informatie wil toevoegen, die komt erbij staan. Ik denk 5 minuten of zo. Ja, dank u wel. Dan schors ik de vergadering. Dames en heren, mag ik even uw aandacht voor meneer Meester? Want die gaat ons verlossen over de tekst. Ja, voorzitter, we hebben wit er ook. Opdat wij niet vergeten. De tekst van de motie, het verzoek aan het college blijft staan zoals die nu is. Alleen er komt een aanvulling bij van de zijde van de heer Parelberg en van de zijde van de heer Raad. En die lezen beide hun zin voor, met uw goedvinden. Ja, voordat ik doe even een reactie. Is het al tweede termijn dit of niet meteen? Nee. Het is alleen de motie. Nou, dan komt zo meteen mijn reactie, mevrouw Visser. De tweede zin wordt dan, naar verzoek te het college, de tweede zin, hierbij dient rekening gehouden te worden met de relaties tussen de lokaal historische achtergrond van de wijk en de te gebruiken naam of namen. Oké, en meneer Raad? Ja, wat ons betreft komt er een extra punt bij verzoek het college. Een tweede bullet als het ware, waarin dan staat, of eigenlijk verzoekt het college, in algemene zin een keer met de Raad van Gedachten te wisselen over beleid rond straatnaamgeving. Plaatsvindt. En dan zal ik plaatsvinden. Ik weet dat het niet gedefinieerd is met termijnen en dergelijke, maar ik wil daar ook niet allemaal te strikt in zijn. En ik geef alvast aan dat ik zelf ook daartoe een initiatief zal nemen. Daarom hou ik het nu even wat algemeen. In een goed historisch perspectief natuurlijk. Ja, juist. Goed. Tweede termijn, als er behoefte aan is. Mevrouw Manshanden. Dank u wel, voorzitter. U zult wel gemerkt hebben dat over de vrouwen dus in de motie even niks opgenomen is. Maar u bent portefeuillehouder en u gaat waarschijnlijk, staat aan het hoofd om dit uit te voeren. Dus ik zou aan u willen vragen of u kunt toezeggen, als er mee aan de slag gegaan wordt, dat er dan ook gekeken wordt naar vrouwelijke namen op dit gebied. Of u dat zou kunnen toezeggen? Ja, ik denk dat dat een logische handelswijze is van het college. En dat er in het verleden misschien meer mannen voorkwamen, dat kan ik hier en nu niets over zeggen.
Maar voor het college is het evident, ook met twee vrouwelijke collegeleden, dat die balans wel gewaarborgd is. Dus dat is duidelijk. Okay, dus u kan dit genoteerd worden als een toezegging, voorzitter? Nou, het maakt gewoon een onderdeel uit van hoe wij ons werk doen. Wij maken het onderscheid niet. Dus het is een logische afweging die we maken. Als ik het goed begrijp, gaat u niet in de wens van mevrouw Manshanden mee om er een soort politiek correct verhaaltje van te maken? Want dat is wat het nu gaat worden, toch? Daar vrees ik dan namelijk voor. En dat is juist het bewijs dat dat huidige straatnaambeleid dus een soort van willekeur is. Omdat iedereens plannetje, een leuk ideetje erin gefietst moet kunnen worden. Dat heb ik ook, maar in algemene zin. En dat wil ik graag eerst tot een algemeen beleid maken. Niet alleen omdat u meent dat vrouwen achtergesteld zijn, wat overigens zeer te betwisten valt. Dat dan ineens... ik sta 100% achter die uitspraak, want ik vind het echt flauwekul. En ik zou het heel erg jammer vinden als dat dan ineens gezocht moet gaan worden. Want dan wordt het politiek correct. En dan, daar krijg ik wel wat kriebels van. Ja, en daar zijn weer zelfjes voor. Belangrijk is dat het gewoon een onderdeel is van ons werk. En dat ik dus nadrukkelijk heb aangegeven dat niet een voorkeursbehandeling geniet. En dat we er gewoon die afweging maken. En dat doet ook recht aan wat u bedoelt, hoor, voor alle duidelijkheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Mevrouw Visser. Voorzitter, ik hoorde de zin van de heer Raad. Wat ik een beetje jammer vind, een leuk bedoelde motie. Iedereen noemt hem sympathiek. We gaan een wijk met iets doen. En nou, dan hebben we cultuur, historische achtergrond. Nou, soms heb je met nieuwe wijken, heb je dat wat minder misschien. Laten we het nou niet te groot maken en met de raad in discussie gaan en noem maar op. Alsjeblieft, stel een straatnamencommissie of wat dan ook, iedereen die het leuk vindt. Ik vind het een leuk plan en laten we daar gewoon even wat mee doen. En vrouwen en mannen zijn welkom. Punt voor mij. Goed, dank u wel. Ja. Tweede termijn, zijn er anderen die iets op willen merken? Nee, dan ronden we die af. Griffier, is het duidelijk wat de tekst van de motie nu behelst? Ja? Oké. Okay. Meneer Meester, zullen we erover gaan stemmen met elkaar? Ja? Dan breng ik de motie in stemming. Wie is voor deze motie? Alle raadsleden. Nee? Sorry. Ja, gaan we tellen. Oké. Okay. CDA 6, PWF 2, PVDA 2, PW 2010 1, BAM 1... ChristenUnie 1, D66 2, Gemeentebelangen 5 en VVD 6. Resteert de vraag wie er tegen is. GroenLinks 1. Daarmee is de gewijzigde motie aangenomen met 26 voor en 1 tegen. Dank u wel. Dan is overeenkomstig besloten.